Nieuwbakken districtscommissaris Bollanat Narayan van Wanica Noordwest zegt dat grote uitdagingen hem te wachten staan. Gisteren werd Narayan officieel geïnstalleerd nadat zijn voorganger Suraksha Sital Hirasing al enkele weken niet meer diende in de functie. Narayan zegt een aantal zaken in het district zelf op te zullen lossen via zijn commissariaat. Voor de iets grotere problemen zal er veel meer tijd nodig zijn en met ministeries samengewerkt moeten worden. District Wanica is niet onbekend voor mij. Ik kom zelf uit, ik ben geboren en getogen in Wanica. Dus de problemen zijn ook mij niet onbekend. Nu is al mij ter oren gekomen dat het budget waarmee het commissariaat zal moeten werken, niet van dienaard is, niet toereikend zal zijn. Maar bij de mensen er zijn ook andere mogelijkheden. Echter zijn er ook andere mogelijkheden, vermoed ik, namelijk werken in PP-model. Dat is public-private partnership. Dat zijn samenwerkingsverbanden die je kunt aangaan met diverse bedrijven. En daarbij is burgerparticipatie van bijzonder belang. Een andere mogelijkheid voor het realiseren van diverse projecten in de verschillende resorten is het aanspreken van bestaande fondsen, want die zijn er ook. Narayan zegt verder dat de participatie van burgers van eminent belang is en daarom de nodige bijstand van de samenleving verwacht om het bestuursgebied tot ontwikkeling te brengen. Minister Gracia Emmanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport zegt dat er een nieuw traject in de carrière van de nieuwe DC is begonnen. Het burgervaderschap legt heel veel verantwoordelijkheid op uw schouder. U zult in uw handelen te alle tijden bewust moeten zijn van die verantwoordelijkheid. Op basis van het bestuurs- en administratief recht heeft deze publieke functie ook heel veel bevoegdheden. Deze bevoegdheden zult u niet moeten toepassen om de ene burger te bevoorrechten boven de andere en wie u niet leuk vindt een beetje te duperen. Absoluut niet. U zult met de wet in de hand juist middels een objectieve benadering de burgers in het district Wanica Noordoost tot welvaart en welzijn moeten brengen. Deze alle burgers van het district Wanica, in het bijzonder Noordoost, zijn uw burgers. Maakt niet uit welke politiek, geloof of kleur, hoe ze eruit mogen zien. De bewindsvrouw zegt te hopen dat Narayan zijn bestuursgebied op agrarisch gebied naar grotere hoogtes kan brengen.